De biografie van Jan Peumans werd geschreven door Wim Peumans, de jongste zoon van de voorzitter van het Vlaams parlement. Het lijvige boek met als ondertitel Een zachte anarchist wordt voorgesteld in het Vlaams parlement. De lezer leert Peumans kennen via de familiegeschiedenis en jeugdjaren naar zijn politieke activiteiten, eerst op lokaal en provinciaal vlak, later als parlementslid en parlementsvoorzitter. Bart De Wever, voorzitter van de N-VA, is een van de vele eregasten bij de boekvoorstelling. Uit naam van uitgeverij Lano heet ik u hartelijk welkom op de officiële voorstelling van het boek Jan Peumans, een zachte anarchist. Het levensverhaal van een Vlaamse politicus die aanzien geniet over partij, taal en landsgrenzen heen. De man die naar eigen zeggen wel eens zou kunnen reïncarneren als Waal en wiens nakende vertrek uit de politiek, ik citeer Jan Peumans uit het boek, voor sommigen binnen N-VA een opluchting zal zijn, maar ik blijf mijn mening zeggen, ik zal zelfs vrijer zijn om dat te doen. De reactie die Jan Peumans ten berde bracht toen in het najaar van 2015 aan de keukentafel van de Peumansen voor het eerst over een biografie werd gesproken, typeert hem. Wie zit er nu op mijn biografie te wachten? Maar het is een juiste vraag. Op welke manier kan een biografie iets toevoegen aan het boekenlandschap? Wel, een biografie moet mijn inziens in de eerste plaats een bijdrage zijn aan de algemene geschiedenis. Een verhaal met de hoofdpersoon als herkenbare rode draad, dat hem echter tegelijkertijd ook overstijgt. Zo begint deze biografie op 22 december 1943 met de executie door twee verzetstrijders van Jules Peumans, oom van Jan, actief lid van VNV. Het boek toont aan hoe de scherpe tegenstellingen uit de oorlog nog decennia zullen nazinderen. Voor wie niet vertrouwd is met deze verhalen, biedt dit familieverhaal dus bijvoorbeeld scherpe inzichten in de Vlaamse collaboratie, die door Jan Peumans altijd streng veroordeeld is geweest, maar hem toch ook heeft getekend. De hoofdpersoon van een sterke biografie moet in de tweede plaats uiteraard een persoonlijkheid zijn. Vriend en vijand roemen Peumans soms hoekige onafhankelijkheid en zijn moed om te zeggen waar het volgens hem op staat. Of het nu om de Catalonië-kwestie gaat of over de eigen partij. Mark Reinebo verwoordt het zo in het boek. Het vertrek van Jan Peumans uit de politiek zal wellicht geen invloed hebben op de N-VA. Met dit verschil dat er een gezaghebbende stem minder zal weerklinken die kritisch staat tegenover de nieuwe evolutie in de partij. En ten derde, en dat geldt natuurlijk voor elk boek, een goede biografie moet peper en zout bevatten. Voor de peper heeft Jan zelf gezorgd. Dat heeft u misschien ook in deze ochtend in allerlei artikelen of op de radio al kunnen horen. En voor het zout, de smaak van het geheel, zorgde zijn zoon Wim, dokter in de antropologie en biograaf van dienst. Hij slaagde er niet alleen in om inside information te verzamelen, en soms heeft dat echt wel wat aandrang gevraagd, maar ik heb zelf aan de lijve ervaren hoe Wim zijn vader streng toesprak toen die toch even twijfelde om iets aan te passen. Een strenge zoon als rechtvaardige biograaf. Het lijkt misschien een paradox, maar ik denk dat Wim Peumans wonderwel in zijn opzet is geslaagd. Zijn kritische geest toont Wim bijvoorbeeld op de allerlaatste pagina van dit boek, zelfs na de index. Daarin haalt hij 8 quotes aan, waarin Jan Peumans aankondigt dat hij gaat stoppen met politiek. De eerste dateert uit 1987. Ik geef dan ook graag het woord aan Wim Peumans om zijn opzet en ervaring toe te lichten, maar niet zonder eerst de symbolische eerste exemplaren te overhandigen aan Jan en Wim. Heren, uit de naam van de uitgeverij, hartelijk proficiat.
Geachte genodigden, het is me een bijzondere eer om u vandaag dit boek te mogen voorstellen. Ik had nooit gedacht een politieke biografie te schrijven en al zeker niet over mijn eigen vader. U vraagt zich dan ook misschien af hoe we op het idee gekomen zijn dat ik, jongste zoon van Jan, zijn biografie zou schrijven. Daarvoor neem ik u enkele jaren mee terug in de tijd en meer bepaald naar het najaar van 2015. Ik zit aan de keukentafel bij mijn ouders in Riemst. Mijn echtgenoot heeft net het idee geopperd dat ik de biografie van mijn vader moet schrijven. Nee, antwoord ik, daar staat mijn hoofd totaal niet naar en dat lijkt me maar niks. Mijn vader voegt er resoluut aan toe, daar heb ik geen zin in. En trouwens, wie zit er nu op mijn biografie te wachten? Weken en maanden verstrijken. Het idee heeft zich toch op een of andere manier in mijn hoofd genesteld. Wie is mijn vader eigenlijk? Wat voor mens is hij? Hoe werd hij de persoon die hij vandaag is? Wil niet iedereen op een bepaald moment meer te weten komen over de mensen die hem of haar hebben opgevoed, over de familiegeschiedenis? Of laat je het verleden soms beter voor wat het is? Hoe begin je dan aan een biografie over je eigen vader? Heel simpel, met interviews. Urenlang hebben we aan mijn keukentafel gezeten. Tijdens zo'n 30 gesprekken probeerde ik de grasduinen in zijn herinneringen. Je eigen vader, en zeker als je Jan Peumans als vader hebt, is een aparte ervaring en niet altijd even makkelijk. Gelukkig kon ik ook rekenen op publieke archieven. En natuurlijk is er ook Jans uitgebreide persoonlijke archief met documentatie, briefwisseling, persartikels en dagboeken. Het boek was op veel vlakken een persoonlijke trip down memory lane. Soms maakte dat het schrijven van dit boek emotioneel. Als zoon van had ik unieke toegang tot en inzichten in het verleden en heden en leven van Jan, wat me toelaat op een levendige en geëngageerde manier zijn verhaal te vertellen. Door het neerpennen van zijn verhaal was mijn vader niet meer enkel mijn vader, maar werd hij Jan, een mens van vlees en bloed met goede en slechte kanten. Als kind had ik de neiging om als een fly on the wall mee te luisteren naar gesprekken tussen volwassenen. Wanneer mijn vader het over politiek had, passeerden dezelfde namen vaak de revue. Jacques Gabriels, Johan Sauwens en Frida Brepoels. Voor hen was ik Wimmeke, de jongste nakomeling van Jan, geboren tijdens de periode dat ze elkaar leerden kennen en nauw begonnen samen te werken. Meer dan 30 jaar later zocht ik hen op. In totaal interviewde ik bijna 80 mensen. Gebeurtenissen die ik voorheen vooral door de ogen van mijn vader bekeek, werden aangevuld met de perspectieven van vele anderen. Soms lopen deze perspectieven in elkaar over, soms gaan ze tegen elkaar in. Kan je als zoon van een biografie schrijven van je eigen vader? Daarin lag voor mij net de uitdaging om dit boek te schrijven. Een biografie mag geen hagiografie of uitgebreide lofzang zijn. Dat interesseert niemand. Zoals Christophe de Borsu in zijn voorwoord schrijft, zijn het de spanningsvelden die een verhaal interessant maken. Ik kan er niet omheen dat ik zoon van ben en dat dit een invloed heeft op dit werk. In het boek komen de andere zijden van het verhaal en kritische stemmen dan ook voldoende aan bod. Als antropoloog heb ik de nodige training gehad om te gaan met het spanningsveld tussen objectiviteit en subjectiviteit. Het helpt dat mijn vader en ik politiek niet op dezelfde golflengte zitten. En ik denk dat de kleur van mijn maatpak dit al voldoende duidelijk heeft gemaakt. Het boek verweeft Jans persoonlijke levensverhaal met de belangrijkste tendensen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het Vlaams nationalisme en Vlaanderen van de afgelopen eeuw. Jan is zowel toeschouwer als deelnemer in deze geschiedenis. Zijn eigen levensverhaal vormt een aanknopingspunt met ruimere politieke en historische gebeurtenissen. Jan is een populair politicus met aanzien over partijgrenzen heen. Lokaal en provinciaal draait hij al lang mee. Maar op nationaal vlak is hij een politieke laatbloeier die toch snel zijn persoonlijke stempel weet te drukken. Eerst doet hij dit als rebels Vlaams parlementslid, denk aan zijn rol in het Oosterweeldossier, en later als voorzitter van het Vlaams parlement, een functie die hij op geheel eigen wijze invult.
Jan blijft een dissident figuur met een uitgesproken en dwarse mening, die uitgebreid en ongezouten in het boek aan bod komt. Het boek gaat onder andere in op de invloed van de collaboratie en de moord op Jans oom Jules, waarom Jan bijna 30 jaar lang eerste opvolger was en pas op 53-jarige leeftijd in het parlement komt, het feit dat Jan tijdens de Limburgse visa-affaire wilde stoppen met politiek en hoe hij niet één, maar twee keer naast een ministerambt greep. Natuurlijk belicht het boek Jans mening over de ontwikkeling en de huidige koers van N-VA en de plaats van progressieve stemmen binnen de partij. Ten slotte geeft Jan zijn visie op welke uitdagingen Vlaanderen en de vorming van een onafhankelijke Vlaamse republiek staan te wachten. Het leven van Jan Peumans dus. Voormalig marxist en milieuactivist, politicus in hart en nieren, Wallonië-liefhebber en tegelijk Vlaams-nationalist, in de woorden van Geert Bourgeois, een zachte anarchist. Maar voor mij gewoon mijn vader. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u ontzettend veel leesplezier met het boek. Dat hij geen blad voor de mond neemt, maakt hem tegelijk tot een Einzelganger en loyale partijman. Alleen Jan beheerst deze formule. Jan kun je niet kopiëren, zo is er maar één. Hij vertolkt een sentiment dat leeft bij het electoraat en het is belangrijk dat hij dat doet. Zoals Jan heb je er misschien één nodig in je partij, maar geen drie. Dat zegt Bart De Wever over zijn partijgenoot op pagina 266. Benieuwd wat de voorzitter van de N-VA van het boek vindt, nu hij het helemaal heeft kunnen lezen. Geachte heer De Wever, aan u het woord. Vrienden, Vlamingen, landgenoten, I've come to Barry Peumans, not to praise him. Shakespeare, alstublieft. Men zegt wel eens dat 90% van de politici de andere 10% een slechte reputatie bezorgt. Wel, als dat waar is, dan behoort Jan absoluut tot die 10%. Of misschien wel tot een groep van 1%. Of misschien eigenlijk tot een groep van 1 persoon. Ik hoop dat eigenlijk ook wel een beetje. Want ik zeg het inderdaad in het boek, zoals Jan, heb je er 1 nodig in uw partij, maar geen 3. Ik zou dat na het lezen van al uw interviews vandaag willen corrigeren, Jan. 1, maar geen 2. Jan gaat nu doctoreren. En wel bij een man die een reputatie heeft opgebouwd als zijnde de broer van Bart De Wever. Ik ben oprecht verheugd van dat te horen. Niet zozeer omwille van de keuze van de promotor, want er waren zeker betere opties. Maar vooral omdat je het plan hebt laten varen, Jan, wat je oorspronkelijk had, om aan de Universiteit van Luik te gaan doctoreren in uw geliefde Wallonië, waar mensen van spontaan en enthousiasme als u zien af en toe met een paraplu op uw gezicht beginnen slaan. Dus u merkt het, als het over Jan Peumans gaat, heb ik als voorzitter snel geleerd altijd de positieve kant van de zaak te zien. Wat zijn pensioen betreft heb ik niet lang moeten zoeken naar de positieve kant van dat verhaal. Want eindelijk krijgt de partij een eminence grise. De enige die die rol misschien nog had kunnen claimen nu was Danny Peeters, maar die heeft zelfs zijn grijze haren al verloren. Die is dat stadium voorbij. En nu hebben we dus gelukkig Jan Peumans en het boek over Jan Peumans, geschreven door zijn zoon. Dat is een moedig boek, want het gaat een aantal moeilijke thema's niet uit de weg. Zoals inderdaad het donkere oorlogsverleden van Jules Peumans, de oom van Jan, die door het verzet is geëxecuteerd in 1943. Dat verhaal legt een schaduw over het boek. Het vertelt gebeurtenissen die belangrijk zijn, want anders kan je veel van de politiek van de laatste halve eeuw in ons land niet begrijpen, als je die verhalen niet kent. Maar ik heb uit dit boek ook veel bijgeleerd over de jeugd van Jan Peumans. Hoe hij opgroeide als zesde in een rij van 7 kinderen. 7 kinderen. Daar gaan we geen goedkope grappen over maken.
en dan nog wel in Herderen, waar hij nog steeds woont. Ik heb vandaag gelezen met groot enthousiasme dat je er woont, dat je er heel graag woont. Zo klinkt het toch. En ik heb met plezier gelezen hoe de kleine Jan Peumans meeloopt in een processie als Johannes de Doper met een schaapsvacht en al. Ik heb mezelf altijd meer geassocieerd met de rol van koning Herodes. We zoeken nu nog naar iemand die Salome wil spelen. Ik weet niet of dat Frida Brepels in de zaal is. Ja. Maar de rolbezetting lijkt mij op het lijf geschreven. Ik lees ook dat je het heel moeilijk had met de turnlessen op school. Zoals gezegd, het is een moedig boek. Het gaat dat soort dingen niet uit de weg. Maar er hadden wel foto's bij gemogen. Meer foto's hadden het boek eigenlijk wel kunnen opfleuren. Wat mij vooral ook interessant was, waren enkele hardnekkige karaktertrekken die zich al vanaf jonge leeftijd hebben gemanifesteerd en waarvan ik als partijvoorzitter heel vaak op een onzachte manier kennis heb mee mogen maken. Ik heb altijd dat vermoeden gehad en het blijkt nu ook te kloppen. Jan is altijd zo geweest. Er is niks gebeurd waardoor hij zo geworden is. Jan is inderdaad Jan. Hij aarde al niet in de tucht die hoorde bij het internaat. Tot grote ergernis van de kruisheren van het Kruisherencollege in Mazeik liet hij als eerste op school zijn baard staan. Later, toen hij naar de universiteit ging, werd hij ook, dat zal niemand verbazen, overtuigd marxist. Hij was zelfs even lid van AMADA, Alle Macht aan de Arbeiders, voorloper van de huidige Partij voor de Arbeid. Misschien uit overtuiging, maar wellicht vooral uit de eeuwige drang naar een soort anarchisme. Maar er moet bijgezegd worden, Jan was anarchist en marxist, maar dan toch gematigd. Een softe radicaal. Een halve hippie, met nadruk op half. Hij had de verplichte lange haren en hij luisterde naar jazzmuziek. Maar de dingen die het leven toen echt interessant maakten, seks, drugs en rock'n'roll, als ik het boek moet geloven, heb je aan jou laten voorbijgaan. Dat is toch eigenlijk al wel een beetje een NVA in de nop. Het waren ongetwijfeld zijn vele engagementen die hem hebben behoed voor een soort verdere radicalisering. Hij zette zich bijvoorbeeld in voor het leefmilieu en dat deed hij niet door te spijbelen, zoals dat vandaag wel eens gebeurt, maar door bomen te planten en wandelingen te organiseren. En hij slaagde er effectief in veel van het schitterende Limburgse natuurlandschap effectief te laten beschermen. In 1977 zet Jan Peumans zijn eerste stappen in de politiek. Hij werkte achter de schermen voor Jacques Gabriels en hij wordt in de jaren daarna actiever in de Volksunie. In 1982 gaat hij op de lijst staan voor de gemeenteraad in Riemst, wordt verkozen en wordt schepen van financiën en, hoe kan het ook anders, leefmilieu. Maar dat anarchistische trekje blijft wel opspelen. In de protesten in Voeren in de woelige jaren 80 schuwde hij ook de confrontatie niet. Je hebt daar ooit Huub Broers op zijn gezicht geslagen, om een of andere reden. Ik wil dat niet onvermeld laten. Leg dat misschien straks zelf maar uit waarom dat was. Dus de confrontatie ging je niet uit de weg. Dus ook niet met je eigen medestanders, blijkbaar. En hij is ook een paar keer zwaar aangepakt met een wapenstok en afgevoerd. Ook later in zijn carrière komt hij veel mensen tegen die om een of andere reden op zijn gezicht willen slaan. Wanneer Jacques Gabriels de Volksunie voor de Liberalen inruilt, blijft Jan Peumans de Volksunie trouw. Maar de partij was zeker in die jaren een ratje toe. Een samenraapsel van ideeën dat aaneening van de ideologische tegenstellingen. Wanneer in 2001 die Volksunie uiteindelijk ter ziele gaat, kiest Jan na enige aarzeling voor de N-VA, net zoals zijn afdeling in Riemst. En ook al is die aarzeling blijkbaar tot de dag van vandaag gebleven, toch denk ik dat dat de juiste keuze is geweest. Want in 2004 haalde hij, tegen de verwachtingen in, een parlementszetel. Als 53-jarige jongeling kwam je in dit parlement. We zijn hier samen begonnen. En nadat je 18 jaar eerste opvolger was geweest en je bent in de eerste legislatuur ook verkozen, samen met uw zielsvriendin Annick de Ridder, tot de beste parlementsleden van die legislatuur. Ja, ik herinner me dat nog. Wij deelden toen samen een kantoortje. En op onze kantoortjes zijn we die witte borden waar je met uitwisbare inkt kan schrijven. En Jan kwam binnen en schreef op dat bord. Wat schreef je, Jan? Ik ben gelukkig. En ik zeg, Jan, hoe lang moet dat erop staan? Zolang als hem gelukkig was. Uitwisbare inkt kun je afwissen, maar als je dat natuurlijk 5 jaar laat staan, dan is dat niet meer zo uitwisbaar, dus het staat er nog. Ik ben gelukkig. Maar denk wel dat dat een belangrijk moment is geweest in jouw leven. 2004 in het parlement met de N-VA.
En ook voor de jonge N-VA was dat wel een opsteker. Het kartel met CD&V zette ons op de kaart. Nadat we door velen dood waren verklaard. Een van die velen zit hier trouwens op de eerste rij, die er met enig genoegen ons dood verklaarde. Is tegengevallen, hè? Moet je toegeven, hè? Is tegengevallen, hè? Mensen met een mentale handicap moeten ze rap niet afschrijven. In 2007 wordt Jan Peumans dan ook fractieleider in het Vlaams parlement. En het jaar nadien ondervoorzitter van de partij. Ook dat heb je in een interview op uw heel eigen wijze in herinnering gebracht. Daar waren we heel gelukkig mee. Het was een woelige periode. En niet lang daarna besliste de partij om uit het kartel te stappen. Jan wordt ondervoorzitter, kartel gedaan. Daar komt het eigenlijk min of meer op neer. Dat was geen gemakkelijke keuze, maar achteraf gebleken juiste keuze. Want die partij die groeide en groeide in de opeenvolgende verkiezingen. En in 2009 zat Jan mee aan de onderhandelingstafel voor de Vlaamse regering in Hotel Herrera. Wie had dat ooit gedacht dat dat zou gebeuren? De ambtswoning van de Vlaamse regering. Ik zie ons daar nog toekomen, allemaal samen in één auto. Het was de mijne. Die eerste onderhandeling over de begroting, ook dat heb je in het boek aangehaald, Jan. Dat zijn van die dingen dat je denkt, wacht tot ik dood ben. Of minstens totdat jij dood bent, voordat je dat soort dingen onthult. Die begroting en die Vlaamse regering is tamelijk technisch. Ik verstond daar niet alles van. En ik stuurde een briefje naar Jan, ik gaf hem een briefje, om hem eigenlijk te melden. Ik citeer Jan, ik versta er geen klote van. Einde citaat. Jan schoof een briefje terug, niks van aantrekken, de rest ook niet. Ja. Ik ben wel blij dat je de anekdote in het boek een beetje hebt opgeschoond, qua taalgebruik. Maar bij deze is de historische waarheid geschetst. Uiteindelijk wordt Jan dan voorzitter van het Vlaams parlement. En dat was ook geen gemakkelijke keuze. Allee, het is een publiek geheim dat Jan minister wilde worden. Ik dacht, Jan minister, dan doe ik geen oog meer dicht als partijvoorzitter. Voorzitter van het parlement. Geen gemakkelijke keuze. Maar achteraf bekeken, en ik hoop dat we dat ook nog gaan meemaken, dat je dat ook zelf zal erkennen dat dat een voltreffer was, die keuze. En vriend en vijand zijn het erover eens dat je een van de beste voorzitters bent van het Vlaams parlement die we in lange tijd hebben gezien. Je hebt een krachtige stempel op deze vergadering nagelaten. En ik denk dat alles wat u als minister parten zou gespeeld hebben, zijnde uw zachte anarchie, u enorm heeft geholpen om hier eigenlijk boven de melee te stijgen. Men zal u van veel verdenken, maar niet dat je de puppet bent van de meerderheid of van uw eigen partij en nog het minst van uw partijvoorzitter. Dat zal niemand hier denken. Dat voorzitterschap heb je immers ingevuld zoals je bent, zoals Jan. Licht anarchistisch, met een nadruk op licht. Dat leverde hem al eens af en toe enige ergernis op. Het Koningshuis was boos, want je stuurde je kat naar de jaarlijkse receptie. Dat is goed om royalisten naar adem te doen happen. De Spanjaarden zijn boos, want je zegt dan wat je denkt over de Catalaanse kwestie. Die verbreken dan diplomatieke banden en dat soort dingen. Maar ik heb niet de indruk dat dat jou allemaal fel heeft beïnvloed of fel heeft geraakt. Elke keer als ik dat zag, dacht ik, ja, moedigt hem nog wat meer aan, hè, door dat soort dingen te doen. Jan is een man met een handleiding. We weten allemaal dat als hij zegt, ik ga iets zeggen wat ik denk, dat je dat vrij letterlijk moet nemen. Ik heb als partijvoorzitter in het begin nog pogingen gedaan, dus ik wist dat hij een interview had van, Jan, wat gaat je er eigenlijk zeggen? Het antwoord standaard was, mijn gedag. Ik zeg, ja, maar wat is dat dan? Wat ik denk. Je leert u daarbij neerleggen en dan achteraf de slagen tellen. Ik denk dat hij dat ook meent. Hij zegt wat hij denkt, dat is niet slecht geïntentioneerd, maar dat hij denkt dat het nodig is om dat te zeggen op het moment dat hij dat zegt. En als het niet klinkt, dan botst het. En je kan hem dan ook maar beter laten doen. Inclusief het aanhoren van dat licht brommend geluid dat ik niet kan imiteren, dat u zo geheel eigen is, dat je op vergaderingen hoort zoals je de airco hoort en andere geluiden. Is er op de achterste ruit. Jan is in de vergadering aanwezig. Na een tijd kun je uit de tonaliteit van de brom wel horen. Is het een goedkeurende brom, een afkeurende brom, een boze brom? Maar de brom is er wel altijd. En die brom is authentiek. Ik heb het altijd spijtig gevonden dat hij zijn mening niet meer binnenskamers heeft gezegd dan buitenskamers, Jan. Ik moet het zeggen. Zeker op een dag als vandaag. Ik heb in de auto op weg naar hier weer al jouw interviews gelezen. Ja, je gedag.
Maar dan moet ik toch wel zeggen, ik moet streng zijn. Meer binnenkamers, iets minder buitenkamers. Maar nu terugkijkend op een heel rijke carrière waarbij menige steen werd verlegd, stel ik vast dat precies dat, dat lichte anarchisme, u eigenlijk nooit windeieren heeft gelegd. Meer nog, het is een vreemde paradox dat je altijd hebt geprofiteerd van de zaken die je hebt bekritiseerd. Het is geen geheim dat u geen fan was van het kartel CD&V-NVA. Ik weet nog op het moment dat we dat sloten, Chris zit te knikken, dat iemand zei van bel onmiddellijk naar Jan Peumans. Nee, nee, stuurt er iemand naartoe en gaat er bovenop liggen. En probeert hem een week te doen zwijgen. En dat hebben we dan ook gedaan. Hij was er absoluut tegen. Het eerste radio-interview was vernietigend. En het is precies dat kartel dat u in 2004 naar hier heeft gebracht na 18 jaar opvolger. Hij was ook niet de grootste voorstander, een publiek geheim, van de ideologische verbreding van de partij. Maar het is net dankzij die verbreding dat je ook voorzitter bent kunnen worden van dit parlement en het platform hebt om te zeggen dat je het er helemaal niet mee eens bent. De werking van het parlement heb je op die manier ook op een ingrijpende manier kunnen verbeteren. Het beste bewijs voor het feit dat je gedragen bent toen ik jou voorstelde als voorzitter van het parlement, was dat niet bij elke fractie zo onmiddellijk een voltreffer. Hè? Zoveel jaar geleden. Maar 5 jaar later, toen ik jou voorstelde als opvolger van jezelf, is daar zelfs niet over gediscussieerd. Dat was ondertussen een vanzelfsprekendheid geworden. Je bent met die functie vergroeid. Misschien in die mate dat jouw opvolger niet meer als voorzitter, maar als een nieuwe Jan of een Peumans gaan betitelen, zoals César, met wie ik begonnen ben, uiteindelijk ook een roepnaam is geworden. Maar zelfs als dat niet gebeurt, en het is weinig waarschijnlijk, dan nog heeft u zowel Jan Peumans in het Vlaams parlement als in de partij, als in de bredere Vlaamse beweging, een indruk nagelaten. Je moet niet meer dingen beginnen smijten. Dit boek en de vele politici die hier aan bod komen, getuigd van die indruk die je hebt nagelaten. Ik ben er zeker van dat uw rol nog niet is uitgespeeld. Ik zeg dat met zowel verwachting als enige bezorgdheid. U bent nu onze Eminence Grise. U zal nog van zich laten horen. Daarvoor blijft u immers de immer licht-anarchistische Jan Peumans met nadruk op licht. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wever. En dan geef ik nu graag het woord aan de brommer die centraal staat vanmiddag, Jan Peumans. En nadien nodigen wij u natuurlijk ook graag uit om een glas te drinken en het boek aan te schaffen achteraan in de zaal. Dank u wel. Ja, dames en heren, goedemiddag allemaal. Het is dus met een beetje, ja, toch wel misschien verwonnen, een beetje emotie dat ik hier toch sta. Omdat het probleem is, ik heb geen tijd gehad om mijn speech voor te bereiden. En het probleem is, zoals Bart, overigens bedankt Bart voor uw toespraak. Je waart weer helemaal in uw oude doen, waarbij we heel veel hebben kunnen lachen. En dat is toch iets waar ik van hou, zoals je weet, want lachen, dat relativeert u zelf. Ik heb het eigenlijk niet kunnen voorbereiden en mijn nadeel is altijd geweest, en dat is misschien ook het feit dat ik af en toe uitspraken doe die niet, die niet onderbouwd zijn. Dat is dat ik die op klein blaadjes papier schrijf. Ja, en dan gaat je van het ene gaat je naar het andere. Maar goed. Ik moet eerst en vooral zeggen dat ik, en Bart weet dat, ik heb hier eigenlijk als voorzitter van dit Vlaams parlement, ik heb dat eigenlijk 10 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik ben hier bijna weg, een beetje met gemengde gevoelens, maar mijn beslissing staat vast, want er zijn nog altijd mensen die proberen mij om te praten, maar dat zal niet lukken. En ik heb, en dat wil ik ook voor alle duidelijkheid zeggen, ik heb dat eigenlijk aan één iemand te danken, en dat is natuurlijk, dat is Bart. In 2004 waren we samen verkozen. Ik moet zeggen, dat was een hele gezellige tijd. Je weet nog, we zijn toen nog een keer in de Strepie geweest, hè, dat herinnert je nog. Hè. Daar worden we beter niet aan herinnerd, maar goed. En ik moet zeggen, dat was toen een 6-mansfractie. Er bestonden 2 uit Antwerpen, Chris van Dijk, Bart, Mark de Mesmaker, Helga Stevens, ik denk Jan Lones, Piet de Bruin is nog even bij geweest en ikzelf. En ik had toen inderdaad op dat bord geschreven, ik ben gelukkig, want als je 18 jaar opvolger geweest bent, en van Jacques Gabriels en van Johan Sauwens en van Frida Brepels, die trouwens verontschuldigd is, Frida en Jacques ook, en Johan weet ik niet of je die uitgenodigd hebt, ik denk het wel. Dat is... Nee, ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik weet niet wie we allemaal uitgenodigd hebben.
Op dat ogenblik, ja, die fractie, ik moet zeggen, dat was natuurlijk een heel andere tijd dan de tijd die we nu meemaken. Maar ik heb altijd, en dat vind ik in mijn politieke carrière, ik ben altijd de partij waar ik lid van geweest ben, ik altijd trouw gebleven. Want ik kreeg aanbiedingen vanuit de CD&V, ik kreeg aanbiedingen vanuit de Liberalen en zo. En ik heb gezegd, nee, ik ben van de Volksunie, ik blijf van de Volksunie. En ik ben dan twee keren, zo gezegd, niet minister geworden. De eerste keer, Geert, was dat in de moeilijke tijd van de Volksunie. Ik kreeg op een bepaald moment een telefoon in opdracht van Geert. Dat staat trouwens in het boek beschreven om mijn kandidaat minister te stellen tegen mijn eigen, uiteindelijk goede vriend Paul van Grenbergen. En ik dacht, mijn eigen, ja goed, ik zal mijn kandidaat minister stellen, maar dat gaat toch niks worden. Hè. Dus, en je weet, een uitslag was 11 voor Paul van Grenbergen en ik had 2 stemmen, die van Geert en die van Frida. Maar toch wel een zeker draagvlak in de partij, zo te zien. En, maar goed, het is niet zo mogen zijn. Nu, wat ik ook in dat boek eigenlijk toch ervaren, als je dat achteraf ziet, het is natuurlijk een heel speciale relatie tussen een vader en een zoon. De jongste zoon van mij, Wim, die uiteindelijk in 30 interviews en af en toe dan dacht ik van, oh jongens, dat begint hij weer en dan moet hij dat weten enzovoorts. Maar uiteindelijk toch 30 interviews dat volgehouden heeft, dan leert je eigenlijk, en ik zou dat ook tegen de mensen van Lano, die ik toch wil bedanken, ook willen zeggen, een boek schrijven en een boek uitgeven is een heel groot verschil. Een boek schrijven vraagt al heel veel tijd en energie, maar het boek dan nog eens uitgeven, mijn lieve God, wat daar allemaal bij kon kijken. Ik dacht, daar komt nooit een einde aan. En eigenlijk, voor mij had het niet gewild, maar natuurlijk als die schitterende foto's zien van Jimmy Katz, want die is hier een keer 400 foto's komen maken, toen dacht ik van, ja Peumers, je ziet er eigenlijk nog niet zo slecht uit. Want een beetje getormenteerd gezicht, maar dat is van alle ellende die we natuurlijk overal meegemaakt hebben in de politiek. Want uiteindelijk, politiek vraagt toch veel inspanning, hè, Geert, want je ziet er soms ook slecht uit. Maar ik zeg dat nog tegen u als je langs me staat en het half rond, ik zeg, Geert, wat ziet je vandaag wel slecht uit? Dat zeg ik toch altijd, dat tegen u. Dat is, maar dat zijn de geheimen die we hier aan het sprekersstoel te doen, niet waar, Filip? En tegen ja, Ben moet ik altijd opletten dat hij niet flauw valt en zo, maar dat valt eigenlijk dus allemaal wel mee. Maar eigenlijk was het toch wel, los van die plenaire vergadering, heb ik me eigenlijk hier, je gaat er misschien verwonderd over zijn, ik heb me hier eigenlijk altijd geamuseerd. En als je elke morgen opstaat en je denkt, je bent de eerste burger van Vlaanderen, je kijkt in de spiegel en je ziet er nog niet zo slecht uit. En dan denk ik van, kijk, ik heb toch maar het voorrecht gehad om hier 10 jaar dit parlement te leiden. En ik heb dat eigenlijk met heel veel plezier gedaan. En eigenlijk met respect voor alle volksvertegenwoordigers van Vlaams Belang tot Groen en al diegenen die er tussenin zitten. En ik kijk daar eigenlijk met heel veel tevredenheid op terug. Nu, ik ga het trouwens niet te lang trekken. Want veel dingen zijn hier al gezegd en ik moet zeggen, Bart heeft dat natuurlijk op een schitterende wijze gedaan om heel mijn carrière in... Maar aan de politiek hou je natuurlijk ook altijd wel wat littekens over. En die littekens, daar word je op een of andere manier, word je daar vroeg of laat toch wel een keer mee geconfronteerd. Maar die littekens die doen je eigenlijk ook denken aan datgene wat je uiteindelijk, ja, dankzij een partij eigenlijk hebt kunnen bereiken. Je geeft veel aan een partij, maar je krijgt natuurlijk ook veel van de partij. En dat heb ik eigenlijk altijd als een bijzonder iets ervaren. Ik moet eigenlijk een hele hoop mensen moeten bedanken, want dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Hè, Wim, dat heb jij ook niet gedaan, dacht ik. Dat is eerst en vooral, en dat zeg ik er nog eens heel uitdrukkelijk, dat is, mijn dank gaat natuurlijk uit naar Bart zelf, door het feit, want 's winters komt Bart normaal niet in Brussel, had hij gezegd, maar ik vind het toch fijn dat je helemaal van Antwerpen helemaal zit afgezakt naar hier, want ik ben ook een keer een tijd terug bij u naar Antwerpen gekomen, hè, dat weet je op mijn naam, hè, dat was trouwens heel gezellig. Die salade, Césarienne of zoiets, ik weet niet hoe die heette, die was heel lekker. Dat is natuurlijk Bart. Dat zijn al de mensen waar ik hier gedurende al die jaren mee heb kunnen optrekken. Dat is uitgeverij Lano. Want ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar ik heb al tegen Maarten, tegen de uitgever gezegd van ja, het aantal interviews dat wij moeten geven. En eigenlijk, Bart, in die interviews stond eigenlijk datgene wat ik vroeger ook al gezegd had, want het was eigenlijk een herhaling en de politiek wordt nogal veel herhaald. En soms is het een beetje uitgesproken, maar ja, je zit karakterieel zit je zo in elkaar en dat is van kinds af aan altijd zo geweest en dan krijg je er dus nooit meer uit. Misschien kunnen we achteraf een keer een psychiater of psychologisch onderzoek laten doen hoe dat eigenlijk komt, maar goed, het is wat het geweest is. Ik wil heel een bijzonder danken natuurlijk mijn zoon Wim en Jan, hè, want uiteindelijk Wim heeft het toch maar leuk volgehouden om dat boek te schrijven. Ik wil ook alle mensen bedanken die in de interviews goede en minder goede dingen over mij gezegd hebben. Ik zal daar nog wel mee afrekenen achteraf natuurlijk, dat is wel de bedoeling. Maar natuurlijk, Wim heeft natuurlijk niet iedereen bevraagd, hè, want dat is eigenlijk uitgesloten. En ik wil daar iedereen voor bedanken en ik wil natuurlijk, en het klinkt altijd een beetje als een, toch wel heel gemeend, dat is mijn echtgenote Marie-Jeanne en mijn kindertjes.
Want uiteindelijk, al datgene wat we hebben kunnen doen in heel die periode had ik niet kunnen doen. En dat klinkt misschien altijd, maar het is wel zo. Dat kan je niet als je een vrouw hebt die daar dus niet achter staat. Als je een vrouw hebt die tegen de politiek is of die niet wil hebben dat je dat doet, dan is de conclusie vlug gemaakt, dan kan je er beter mee stoppen. En ik ben veel weg geweest thuis, heel veel. Communicatie van Wim verliep soms met briefjes, hè Wim? Hè? Dat hij zei van pa gaat naar Portugal en breng me iets leuks mee, dat zegt hij ook wel altijd, maar goed. Maar zo werkt het. Nu, tot slot. Ik heb dus, eens kijken, vanaf 2004 heb ik met Bart opgetrokken. En het leuke is eigenlijk dat ik toch binnen de familie De Wever blijf. Dat is namelijk dat na Bart De Wever komt Bruno De Wever. En ik heb volgende week een afspraak met hem in een restaurant in Antwerpen. Om het vervolggesprek. Sommige mensen die verklaren me gek en anderen zeggen, ja, je moet dat doen. Ik had deze week nog professor Van Goetem aan de lijn, die zei, u moet dat doen, zei die, want ik ben wel geen historicus. Maar ik zou graag met een doodsbrief hebben willen staan, dokter in ik weet niet welke wetenschappen. Dat is eigenlijk vooral de bedoeling, neem alle kijken door mijn stokje. Ik denk dat het eigenlijk heel interessant is, want dat is ook het thema van mijn doctoraat bij Bruno De Wever aan de Universiteit van Gent. Dat is namelijk de geschiedenis van een partij waar ik eigenlijk heel lang lid van geweest ben. Namelijk de Volksunie in Limburg, de manier waarop die eigenlijk ja, van de grond gekomen is, maar vooral op de manier waarop de toenmalige katholieke partij, maar ook de CVP, achteraf eigenlijk alles gedaan heeft om dat te beletten. En in Limburg was dat een heel speciale situatie. En ja, het is waar Bart, het is dankzij het kartel CD&V, N-VA, dat ik uiteindelijk in 2004 in het parlement hier ben terechtgekomen. En ik was die dag inderdaad heel gelukkig en ik ben eigenlijk nog altijd heel gelukkig. En door het feit dat ik mijn gedag af en toe kan zeggen, dat maakt me nog gelukkiger. Ik wil u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid hier. En ik zou zeggen, veel leesgenot aan een boek van 300 bladzijden. Je moet vooral naar de middenpagina's kijken, naar de foto's. Dat is inderdaad indrukwekkend hoe een mens eigenlijk ja, ouder en lelijker wordt. En hoe eigenlijk ja, fysiek eigenlijk helemaal verandert. Maar dat is nu eenmaal het lot van het leven. Dank u wel.